Hey Steenbok, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende tijd. Ik ga kijken welke berichten ik mag overbrengen naar jullie toe. En we gaan beginnen met de algehele energie voor jullie. Kom maar. Binky, kom. Ja, er is hier net een hele kattengevecht geweest, dus Simba is een beetje bang om naar binnen te komen nu. Er was een vreemde kat hier binnen. Goed, we gaan met je reading beginnen. Ik heb de Dragon's Horde, Protecting the Future. Dus je toekomst veiligstellen. Daarbij krijg ik Winter's Dream met Gestation Period. Dat gaat over de draagtijd. En de derde kaart is de Netcaster. Preparations come to fruition. Nou, het is een kaart die veel mensen krijgen op dit moment. Dus je voorbereidingen gaan zichtbaar worden. En dat heeft dus te maken met jouw toekomst. Dus je hebt al je voorbereidingen getroffen. En ja, de draagtijd. De draagtijd, de tijd is klaar, denk ik. De draagtijd is voorbij. En nu mag het tot uiting komen. Ik heb 42-42 hier en dat is de kaart ruimte maken met deze Netcaster. Dus ja, dingen die dus nu zichtbaar gaan worden, dus tot uiting gaan komen. En het is verstandig om nu dus ruimte te maken voor hetgeen wat er naar jou toe wil komen. Ik weet natuurlijk niet waar het mee te maken heeft. Dat zien we straks misschien wel of niet. Maar het heeft wel ruimte nodig voor jou. In je huis of. Ik weet niet hoe ze het bedoelen, maar dat weet jij vast wel, denk ik. Dus ja, ruimte maken onder de Dragon's Horde. Protecting the Future. Dus om jouw toekomst veilig te stellen, ja, moet er dus ook ruimte gemaakt worden. Ik weet nog niet helemaal hoe ze het bedoelen hier. Dan heb ik hier rechtvaardig. Onder Winter's Dream. En tussen twee werelden. Ja, het kan dus nu zijn dat je tussen twee werelden zit. En daarmee bedoel ik dat je in een soort overgangsfase zit. Die draagtijd misschien wel. En dat het nu tot geboorte kan komen. Dat het in ieder geval de komende tijd tot geboorte gaat komen. Wat mag ik zien bij de Dragon's Horde? De drie van zwaarden. En de drie van zwaarden spreekt over verdriet,
spreekt over ja, dat er een bepaalde ervaring is geweest in het verleden. Ja, dat er nu dus meer ruimte komt in jouw hart. Het kan ook zijn dat jij je hart aan het beschermen bent voor de toekomst. Dat zou ook nog kunnen. En dat je dus nu in een soort draagtijd zit om deze pijnlijke ervaring te verwerken en te helen. Maar ik heb eerder het gevoel dat het voorbij is. Zeven van zwaarden komt bij Winter's Dream. Dat is weer de kaart van leugens en bedrog. Nou, je hebt dus wat meegemaakt in dat verleden. En dat heb je moeten verwerken. En nu zit je in een soort van, ja, wachtkamer lijkt wel, een soort overgang. En ja, het kan zijn dat er misschien nog wat energie opgeruimd moet worden. Misschien is daar in het verleden een relatie beëindigd en heb je dus nog tijd nodig om, ja, dingen te verwerken. Het kan zijn dat je dus spullen uit huis moet ruimen, want er wil dus iets nieuws binnenkomen. Het kan zijn nieuwe liefde. Heb je daar ruimte voor? Is daar nu plek voor? Ruimte is dat ook, ja, ruimte in jezelf natuurlijk. Is al het oude weg uit je huis, uit jouw systeem? Drie van munten komt bij de netcaster. En de drie van munten is voor mij altijd een kaart van werken aan je drie-eenheid, je lichaam, geest en ziel. En ja, het is eigenlijk de bevestiging dat jij toch aan jezelf gewerkt hebt en dit achter je laat. Maar er moet ruimte gemaakt worden. En dat kan zijn letterlijk ruimte gemaakt worden. In huis. Dat je toch misschien spullen van, ja, een oude connectie uit de weg ruimt. Want dat is natuurlijk allemaal oude energieën. Dat is allemaal herinneringen aan een fase in jouw leven die niet zo leuk is geweest. Zeker niet als ik kijk naar de zeven van zwaarden. Dan denk ik, ja, dat is toch wel een pijnlijke situatie geweest daar. Tien van munten. Ja, ruimte maken om dus overvloed naar binnen te halen. Jij weet waar je staat, jij weet wat je te doen hebt. Zijn het letterlijk die spullen of is het gewoon energetisch ruimen binnen in jezelf dat je dus nog iets moet verwerken? Ik wou net zeggen, je hebt twee drie kaarten en een drie kaart hier liggen. Dat is al 4 keer 3, maar er komt er nog een drie kaart bij. Misschien zie je dat ook heel veel de laatste tijd of de komende tijd. 33, 33, 3, 3, 3. Misschien kruist dat heel vaak je pad op dit moment. Weet dan dat het met dit bericht te maken hebt en dat er dus iets nieuws naar binnen wil komen. Of naar jou toe wil komen, in ieder geval overvloed. Op elk gebied, dus het kan van alles zijn waar jij naar uit staat te kijken eigenlijk. Dus ja, het valt op de kaart rechtvaardig. Dus je krijgt dus nu waar je recht op hebt. Maar jij hebt ook nog iets te doen. En dat is, ja, ruimte maken, voornamelijk. Je hebt al eraan gewerkt, dus hè, die voorbereiding heb je al gedaan. Door de persoon los te laten. En dan krijg ik de vijf van munten. Veel muntenkaarten. En ja, misschien ben je wel bedrogen op financieel vlak. Misschien moest je jezelf financieel onafhankelijk maken. Was je te afhankelijk van een persoon.
Moest je uit een gebrek komen van financiën? Want ja, ik krijg de 3 van munten, 10 van munten. Dus daar zou het wel mee te maken kunnen hebben. Maar het kan ook te maken hebben met eigenwaarde. Dat je nu je eigenwaarde bent gaan ontdekken door voor jezelf te kiezen en een relatie achter te laten die jou alleen maar pijn en verdriet hebt gedaan, bedrogen heeft, gelogen. En nu heb je voor jezelf gekozen. Dus die voorbereiding is al geweest. Dat is al gebeurd in het verleden. Het is alleen, ja, wat ik zeg, zijn het spullen die je nog hebt van deze persoon. Sieraden, voornamelijk. Aan sieraden kan heel veel energie aan zitten, waarin je dus verbonden blijft met die persoon. Dus het is heel verstandig om daar afstand van te doen. Het kunnen zijn spullen in huis die jou aan deze persoon doen herinneren. Weg daarmee. En dat is energetisch schoonmaken. Ja? Als je echt los wil komen, dan is dit verstandig om te doen. Ja, en ruimte maken, letterlijk ruimte maken in jouw huis, is daar de ruimte voor een nieuw persoon. Als dat jouw wensvervulling is, als dat de bedoeling is van jouw overvloed, is daar ruimte voor. Ja, de 5 van munten met de tussen twee werelden. Ja, dus ja, ik voel echt dat je in een soort overgang zit hier. Van oud naar nieuw. Dus je komt uit gebrek van liefde. Doordat jij je eigenwaarde bent gaan ontdekken. Voor jezelf hebt gekozen. Het is alleen nog energetisch ruimen, schoonmaken, zuiveren. Ja, je zit echt in zo'n draagtijd. Het klinkt heel gek, maar het is een soort draagtijd. En jij moet tot geboorte komen. Dus de dood en wedergeboorte. Ik kan hier niet meer van maken. Het is gewoon een heel duidelijk bericht. Ik krijg ook niks meer door, dus ik laat het ook zo. Het is heel kort, maar ik denk dat je niet meer nodig hebt dan dit. Dus ik bedank jou voor het kijken. Ontzettend dank je wel voor iedereen die gedoneerd hebben de laatste tijd. Ook via de bedankkaartjes. Dank je wel voor jullie reacties en voor jullie openhartigheid hier op dit kanaal. Dank je wel daarvoor. En wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!